Voor de eerste zaak van vandaag gaan we naar Waalre, waar een medewerker van een tankstation even recht in de loop van een pistool keek. Dat gebeurde bij dit tankstation aan de Burgemeester Mollaan op maandag 22 januari om ongeveer 10 uur 's avonds. Op een gegeven moment kwam de dader binnen en bedreigde haar met een vuurwapen, waardoor zij een beetje schrok en zei van ik heb niets, hè, er is hier niets, waardoor de dader daar geen genoegen mee nam. En heeft mijn collega wat kleingeld, een tientje meegegeven, om toch te zorgen dat de dader zo snel mogelijk buiten ging, wegging. En vandaar dat ze snel naar achteren liep om zich in veiligheid te brengen. Op verschillende plekken in en bij het tankstation hangen bewakingscamera's. Die hebben de daders vastgelegd bij aankomst en bij vertrek. En ook al proberen ze allebei onherkenbaar te blijven, toch zijn er de nodige dingen die opvallen en waaraan ze mogelijk te herkennen zijn. Kijk goed naar de beelden. Dit zijn ze. De voorste en langste dader met de gele plastic tas loopt meteen door naar de balie. De ander blijft bij de deur op de uitkijk. Let allereerst op hun kleding. De man die bij de deur blijft draagt bijvoorbeeld opvallende schoenen van het merk Off-White. Het lijken sportschoenen, maar zijn eigenlijk werkschoenen met stalen neuzen. Hij blijft een beetje zenuwachtig bij de deur staan, terwijl de ander met pistool in de aanslag naar de kassa loopt. De medewerkster weet niet hoe ze het heeft. Ja, mijn collega is daar heel erg van geschrokken. Ze werkt inmiddels ook niet meer bij ons. We hebben nog wel uitvoerig contact met haar. We proberen haar van alle kanten natuurlijk te steunen. Om toch, als het met verhaal zit, om met vragen zit, om haar zo goed mogelijk er doorheen te helpen. Maar er zit geen geld in de kassa, behalve wat kleingeld en een tientje. Dat is dan ook de buit waar de daders er uiteindelijk mee vandoor gaan. Zoveel geweld. Een pistool op iemand richten, iemand doodsangst aanjagen, voor een tientje. En er is nog een opvallend kenmerk van een van de daders. De dader met het pistool heeft een opvallend loopje. Het lijkt wel alsof hij X-benen heeft. Hij zwabbert een beetje met zijn benen naar binnen. Zegt het postuur of de manier van bewegen van de daders u iets? Was u misschien op die maandagavond 22 januari rond 10 uur 's avonds in de buurt van dit tankstation aan de Burgemeester Mollaan in Waalre? Heeft u gezien dat de daders in een auto stapten of misschien op een scooter? Laat het ons dan weten. Alle beetjes informatie kunnen in de puzzel een verschil maken. Dus als u iets denkt te weten, zich misschien iets herinnert, blijf er vooral niet mee zitten. Neem contact op en help mede overvallers op te sporen. Bekijk alle beelden nog eens op uw gemak online en laat van u horen. Tippen kan via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Zegt u liever uw naam niet, maar u wilt wel iets doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.